trainer, weer een 3-punter. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We hebben hard voor gewerkt en uiteindelijk dik verdiend. Want wat dacht jij na 5 minuten? Nou, dat is een slordig moment van ons. Misschien ook een hele goede actie van ons, zo kun je het ook bekijken. Geweldige goal, ja. Ja, echt een geweldige goal. Dus misschien hadden we dat eerder kunnen voorkomen in het duel. Maar goed, ze scoren goal. En dan sta je achter natuurlijk tegen een ploeg die compact ging staan en loerde op counters. En dat is niet makkelijk dan om te voetballen, maar we zijn gedisciplineerd gebleven, goed georganiseerd. Onze restverdediging was prima op orde. En uiteindelijk zijn we eigenlijk verdiend op 2 in voorsprong gekomen. Dan zie je wel, de tweede helft hebben we eigenlijk best wel gecontroleerd. Zijn we heel goed georganiseerd gebleven, compact gebleven. Aantal mogelijkheden gaat om in omschakeling om te straffen, maar daar waren we iets te slordig daarin, vond ik. Maar desalniettemin, alles bij elkaar een prima teamprestatie en dik verdiend gewonnen, vind ik. Ja, weer een strafschop. Jullie hebben wel mazzel, zeg. Of was hij terecht? Ja, was al. Ja, ik heb een paar keer moeten zien en toen uiteindelijk dacht ik van, ja, terecht. Ja, eigenlijk is het de terechte strafschop geweest. Die speler kan nooit bij de bal komen. Het team was daar eerder vanuit goede loopactie. Dus ja, gewoon een terechte strafschop, vind ik. En dat vloeit voort uit iets daarvoor natuurlijk, uit een aanval en goede loopactie. Dus ik vind dat we eigenlijk beide situaties, ook bij vrije trap en strafschop, gewoon zuiver waren. Ja. Ik had deze zomer wel wat scepties toen Tim Hulsje terugkwam. Een beetje een verleden hier, niet altijd positief. Vorig jaar bij Go Ahead toch ook niet goed genoeg voor de nummer 17 van de eerste divisie, daar gebleken. Maar vanavond gewoon man of the match en heel belangrijk met zijn traptechniek. Ja, maar wij weten hoe goed Tim kan voetballen. En dat heeft hij gewoon vanavond laten zien. Heeft hij heel volwassen gespeeld. Belangrijk voor het team geweest. Niet alleen maar in die momenten waar we goals scoren, maar ook in verdedigende arbeid. Dus heeft hij gewoon verdiend om man van de match te zijn. En ik hoop dat hij deze lijn gewoon doortrekt. Ik heb daar wel vertrouwen in. Waar is de trainer niet tevreden over? Nou ja, kijk, in balbezit kunnen we nog wat vlotter combineren, vind ik. Maar goed, dit is misschien optimistisch van mijn kant uit, gezien het feit dat we maar pas tweede wedstrijd met elkaar spelen. Maar ik vind dat, kijk, het belangrijkste aspect is, die ik vanavond heb gezien, dat ik goed georganiseerd team heb gezien. En van daaruit hebben wij onze momenten gezocht om vooruit te spelen. En in die momenten in vooruit te spelen, dat kunnen we nog groeien, vind ik. Ja, want Brahma zag ik ook een paar keer zo van, speel dan maar de lange bal. Want in de opbouw hadden jullie af en toe bij fases moeilijk. Soms maak je het drommel ook heel moeilijk met rare ballen. En dan maar gewoon lang. Is dat nou even het devies, dat voetballende gedeelte, dat slijpen we wel in? Is dat ook de mening van de trainer? Nou ja, je zag in 2 momenten in de eerste helft dat we te veel wilde voetballen onder moeilijke omstandigheden. We werden volop onder druk gezet, waardoor een onnodig gevaarlijke situaties ontstonden. En dat willen we gewoon niet. Kijk, een opbouw is ook een doelgerichte lange bal richting je spits en dan tweede bal winnen. Dat is ook een opbouw, maar op een andere manier. Je kunt niet altijd alles uitspelen van achteruit. Dus dat is wel een opdracht, ja. En op een gegeven moment, als dat niet kan, dan moet je gewoon opportunistisch gaan spelen en tweede ballen gaan oppakken en daar vandaan je positiespel weer op gang zetten. Dus ja, die 2 momenten konden beter, moesten beter. Dat hebben we in de rust ook aangegeven. En ik vind dat jongens het gewoon prima opgepakt hebben. Ja, we naderen middernacht, sluitstuk van de transferwindow. Gaat Tetje nog verrassen of blijft het bij Espinoza? Nee, in principe blijft het daarbij. Dus wij moeten hier tot 12 uur blijven posten? Nou, je zult het altijd doen als journalist. Nee, ik denk dat het gewoon daarbij blijft. Dat is gewoon zo. Dan gaan we met deze selectie gewoon met volle vaart vooruit. Ja, de trainer gaat nu lekker naar huis, zeker? Absoluut. En ik heb hem gezegd, bel me niet meer. Zo is goed. Dankjewel.